Witch Kooistra, je speelt hier met Lycurgus de finale van het Almelo's topvolleybaltoernooi, maar je wint hem niet. Wat doet dat met jou? Nou, dat is aan de ene kant wel jammer. Natuurlijk wel een prestigieus toernooi. Het is ook gewoon een prijs die je kan winnen. Ik denk van onze voorbereiding is hier naartoe is net wat anders geweest dan die van Benfica. Dat een paar jongens het fysiek nog net niet trekken, twee wedstrijden achter elkaar spelen. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant we hebben onze doelen nu weer wat verder vooruit liggen in de beker. Het blijft natuurlijk jammer, het is een mooie ambiance, goed georganiseerd toernooi met goede tegenstanders, dan wil je altijd goed voor de dag komen. We hadden in onze commentaarpositie de eerste wedstrijd eigenlijk het vizier een beetje op jou gezet, maar je kwam weinig aan de bak tegen Coubertin. En toen was het in de finale eigenlijk alleen maar Witse Kooistra. Ja, en, ja, dat klopt. Ja. Ik kwam erin vanaf de tweede set. Ja, en, het ging, de setten wist me goed te vinden en ik had goede aanvalspercentages. Dus ja, op een gegeven moment wil je dat er gewoon winnen. En dat we tegen de best mogelijke tegenstander weer uitkomen. Dat was Benfica. En op dat moment ging het over mij. En de andere keer gaat het weer over iemand anders. Wat wist je van Benfica voordat je aan deze wedstrijd begon? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Een paar spelers ken ik wel van hun nationale team. We hebben wel regelmatig tegen het Portugese nationaal team gespeeld. Maar eigenlijk niet zoveel, maar ik denk dat het wel een redelijk goed team is. Ik moet wel zeggen dat wij niet heel scherp overal voor de dag kwamen, denk ik. Dat we hebben wel wat slordigheden begaan. Het was een wedstrijd waarin jullie af en toe heel dicht naar Benfica toe kropen. Vooral in die derde en vierde set. Maar er net niet overheen konden komen. En dat was de druk die Benfica zetten? Ja, nee, ik denk dat het meer een beetje onze persoonlijke controle was in die situatie. Op het moment dat je bijkomt, dan moet je natuurlijk niet weer direct 3 punten weggeven. En dat gebeurde wel. Dus natuurlijk Benfica die doet op dat moment goede dingen. Maar ik denk dat we dat wel vooral bij onszelf moeten zoeken. Ik zei tegen jullie coach Arjan Tai, het zou hartstikke mooi op jullie cv staan om te zeggen van we hebben het topvolleybaltoernooi in Almelo gewonnen. Ja, daar zijn we allemaal hiervoor naartoe gekomen. Dus het is helaas niet gelukt. Maar het is een leuk toernooi en een leuke prijs voor erbij. Maar onze focus ligt echt in de competitie waar we echt in moeten gaan presteren. Hoe ziet jullie toekomst eruit straks in januari? Beker, competitie en wellicht Challenge Cup? Nee, wij hebben alleen nog de beker en de final van de competitie, dus de play-offs. Voor de Europees hebben wij geen wedstrijden meer, dus dat zijn de twee prijzen waar we ons nu op gaan richten. Je voert op dit moment de ranglijst aan in de Nederlandse Eredivisie. Dat betekent dus dat je wilt zorgen dat straks na de laatste competitiewedstrijd dat je daar opnieuw staat. Ja, nou, dat moet wel heel gek lopen, wil dat niet meer zo zijn. We staan aardig wat punten los, dus... we hebben ook tegen de top 4 al twee daarvan gehad, van de drie tegenstanders daarin. Dus ik verwacht daar geen mutatie meer. Hoe groot is de teleurstelling dat je dit vandaag niet gewonnen hebt? Nou ja, ik kan het redelijk van me afzetten. Het hoort erbij. We hebben, tenminste, ik kan voor mezelf heb ik alles gegeven. Ja. Op dit moment we hebben iets andere voorbereiding hier naartoe gehad. Dus je bereidt je niet voor om hier te winnen. Maar als je er dan toch staat, wil je dat wel graag. Maar ja, het leven vergaat niet. Je was er in een aantal sets steeds heel dichtbij. Ja, klopt. Ik denk dat. Maar dat we hebben overal wel laten zien, ook in onze andere Europese wedstrijden, dat wij heel veel op het veld kunnen zetten. En dat we toch altijd wel dichtbij weten te blijven. En, nooit echt extreme zetstanden om de oren krijgen. En dat was vandaag natuurlijk ook wel weer enigszins zo. Je kon al merken dat steeds als jij aan slag kwam, en vooral die opslag 4-5 keer achter elkaar succesvol, dat het publiek daarop ging reageren. Ja, nee, dat vinden mensen leuk natuurlijk. Het is een spektakel. En dat is natuurlijk ook in de aanval geldt dat ook, maar ook op serve. En dus als je 4-5 keer serveert, dan maak je zo'n gat. Op dat moment stonden we natuurlijk achter, dan kwamen we goed terug. En dan heb je gewoon weer volledig de kans om die set binnen te slepen. Dat deden we uiteindelijk niet, maar dat was wel een goede fase. Ja. Witse Kooistra, ik wens jou voor 2016 alle gezondheid en alle sportieve succes toe. Ja, jullie ook alles beste. Ja.